Gemert Meersen, dat zou de volgende wedstrijd zijn in de zondag hoofdklasse B voor de Zwart-Witte uit Gemert. Ja, ze zijn aan een hele goede serie bezig. 3 maal winst op rij. Halsteren thuis, Juliana Malde uit en ook Udi uit werd goed gespeeld. Veel gescoord, weinig tegen. Dus ja, het zit in de lift bij de voetbalvereniging Gemert. Ja, dan is Meersen degene, de ploeg die 4 op een rij zou moeten kunnen worden voor de Zwart-Witte. Trainer Dennis Dekkers die koos natuurlijk voor dezelfde elf dan vorige week tegen Udi. Houdt in dat aanvoerder Bart van Berlo, die weer fit is, op de bank moet plaatsnemen. Ja, en dat is niet altijd even leuk. We hebben natuurlijk nog wat geblesseerden. Jury van Brussel, Sven van Ommeren, die liggen nog lange tijd uit de selectie. Dus dat houdt in dat Gemert speelt met Bono Barthe in het doel. Ronnie van der Elzen, Dennis Verhooy, Kees Brugmans en Jens Leijten vormen de achterhoede. Jeremis Carlos David, Koen Brouwer en Joost Habraken op het middenveld en de voorhoede Ralf Kemper, Ruben Rodriguez en Ron Jansen. Meersen kwam met Lennart Kwade in het doel. Jonge, Rompelberg, Knops en Kuijs in de achterhoede. Andrien, Goesens, Borgers en Loze in de middenveld en de voorhoede Oudekerke en Van der Schoot. En als dan de pupil van de week een keer de paal geraakt heeft, zal hij toch presteren om Lennart Kwade in ieder geval vast 1 keer te passeren. Kortom, voor Dennis Dekkers was het toch wel keuzes maken. Dat zal in ieder geval moeten gebeuren de komende week. Ook als direct andere spelers nog terugkomen van blessures. Maar never change a winning team. En ja, daar moeten we het ook maar mee doen. En zo hoort het trouwens ook. Op het hoofd zoals hier Ruben Rodriguez Joost Habraken over het hoofd ziet. Dan weer een vrije trap. Opnieuw gevaar voor het doel van Lennart Kwade. Dan is het Koen Brouwers en hier is het handsbal. En die handsbal die wordt gemaakt door een speler, de nummer 13. En dat is Rompelberg. Krijgen we vrije trap. Ja, en wat doe je dan? Dennis Verhooy, jeugd. Die plant die bal gewoon boven in de kruising. Hij zegt tegen Ruben Rodriguez, ik ben aan de beurt. Wat een plaatje is dit. En hij breekt daarmee de score en de wedstrijd open. En natuurlijk voor zichzelf een prachtig doelpunt. Dus niet alleen Ruben Rodriguez kan het. Nee, de linkspoot, Dennis Verhooy, kan het dus ook. En zo leidt Gemert met 1-0. Dan krijgt Gemert daar aan de linkerkant wat ruimte. En is het Carlos David die de bal voor het doel gooit. Ja, Ralf Kemper. Ja, die heeft dan een simpele voetbeweging genoeg om Gemert de voorsprong uit te breiden. 2-0. Maar natuurlijk het goede werk van Jeremis Carlos David aan de linkerkant. Ja, en Ralf Kemper die scoort ook uit alle hoeken, rangen en standen. En een simpele voetbeweging, ook tegen Halster maakte hij zo'n doelpunt. En dan gaat David weer 1-2 door het centrum. Nou, dan doe ik het zelf maar, zegt Rodriguez. En die wordt dan onderuit gehaald. En dan zat van scheidsrechter Kok, die een goede wedstrijd leidde, niks anders op dan naar de stip te wijzen. Ja, en Ruben Rodriguez, die knalt daar de 3-0 binnen, nog voor rust. En dan ga je er in Gemert allemaal natuurlijk goed voor zitten. Maar ook Meersen laat zich niet onbetuigd. Hier is het Bono Barthe in het begin van de tweede helft die de bal onderuit het doel laat. Of nog in de eerste helft trouwens. En dan blijf je tikken, dan blijf je freewheelen. Ja, Ruben Rodriguez. Ja, wat doet die dan? Nou, die doet gewoon dit. Wat een fabuleus doelpunt. Hij krult die bal vanaf van de 16 meter. Eerst speelt hij zichzelf vrij. Vanaf de rand 16 meter krult hij de bal voorbij Lennart Kwade. En dan is het 4-0. Natuurlijk is de wedstrijd daarmee gespeeld. Nou, en loon naar werken krijg je dan uiteindelijk in de 66ste minuut. Als Jordi van der Schoot de nummer 14 erbij staat. Kees Brugmans kan er niet meer bij. En uiteindelijk is het Jordi van der Schoot die de bal over de achterlijn werkt. En dan de verdiende 4-1 maakt. Halen. Nee, het is gebeurd, zegt scheidsrechter Kok. Goed leidend samen met mevrouw Snoeren en de heer Linders. Goed arbitraal trio. 4-1. 4 op een rij. Ja, Hosanna in Gemert. Goed, direct na afloop van de met 4-1 gewonnen wedstrijd van Meersen. Ja, natuurlijk een tevreden aanvoerder. Ja, zeker. Als je 4-1 wint thuis, dan moet je tevreden zijn. Al was het denk ik niet eens een van onze betere wedstrijden. Misschien wel een van de mindere. Maar als je 4-1 wint, dan doe je het goed, denk ik. Ja, want de uitsluit doet vermoeden dat Gemert heer en meester was. Maar ja, dat was het eigenlijk niet. Nee, wat ik net al zei, denk ik dat het een van onze mindere wedstrijden was. Maar als je met de rust 3-0 voor staat, dan lijkt het heel makkelijk. Maar ik denk dat zeker tot aan de vrije trap van Dennis, die er fantastisch ingaat. 1-0, ja, dan gaat het iets beter lopen. Maar tot aan 1-0 was het matig, denk ik. Ja, een van de meest opvallende figuren vanmiddag. Dennis Verhooy, jeugdspeler, nu lid van de A-selectie geworden. Debuut gemaakt, ging allemaal prima. Maar wat jij vanmiddag hebt laten zien, beschrijf eens even die vrije trap. Ja, die vrije trap was echt geweldig natuurlijk. We trainen er vaak op en dat ging goed. Maar er is nog genoeg te verbeteren, dacht ik zo. Ja, verbeteren, oké. Ruben Rodriguez, de eerste vrije trap.
plant hij boven in de hoek, die keeper pakt hem eruit. Dan wordt hij tweede aan de andere kant genomen en dan komt in één keer Dennis Vrooy. Wat zei jij tegen hem? Tegen Ruben. Ja? Ik zei, het is mijn beurt, nou linkspoot. Ik dacht, ja, ik ga hem goed nemen. Hè. En hij zat er heerlijk in. Ja, natuurlijk trainen vaak op en nou ging het goed. Sta je uiteindelijk met 3-0 voor en dan zie je al die blauwen op je afkomen elke keer, maar ook dan hou je stand. Ja, soms was het lastig, maar gelukkig hebben we het over de streep getrokken, dus ik mag niet klagen. Mooie middag voor jou. Ja, zeker, zeker, zeker. Dankjewel. Ja, we hadden het voor de wedstrijd erover. Leuk, 4 op een rij, maar het is inderdaad gelukt. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Eerlijkheid biedt wel te zeggen dat dit misschien van de 4... Ja, dat is wel luxe, hè. Je kunt zeggen dat dit de minste was. Dat niet alleen, maar 4-1 staat op het scorebord. Beetje geflatteerd. Ik denk dat het dan eerder 6-2, 6-3 had kunnen worden. Ik denk dat hun keeper pakt ook nog 3-4 ballen goed. De vrije trap van Ruben, volley van Ron onderuit de hoek. Nog een bal onder in de hoek van Dennis, de vrije trap. En Bono pakt bij ons net naar rust met name 2-3 cruciale ballen. Anders komen ze nog terug in de wedstrijd. En dan zit er misschien wel iets heel moois in het vat. Laten we daar even nog niet over hebben, want ik kan me nog een gesprek van december vorig jaar herinneren dat je mij vroeg van was dit nou, geen bedrijf altijd goed, een goede helft en een slechte helft, wat was dit? Weet je, we moeten wedstrijd per wedstrijd bekijken, dit is mooi, we starten goed, maar laten we pas naar een wedstrijd of 20 kijken waar het kan eindigen. En voor nu is gewoon zorgen dat we ons eigen gaan melden bovenin en kijken hoe lang we daartussen kunnen blijven staan. En nou de Tiroler broek aan en feest vieren in de kantine. Nou, feestvieren wel, maar die broek heb ik niet bij. Bedankt. Ja, dankjewel.